Hallo en welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag ga ik je leren hoe jij de allernieuwste memecoin kan vinden voor jouw portfolio. We weten allemaal inmiddels dat memecoins enorm belangrijk onderdeel zijn van deze crypto bull market. 10 van de top 100 munten zijn al memecoins en het gaat steeds meer worden. Memecoins zijn super dominant geweest. Denk aan Pepe, denk aan Pepe, denk aan Solana, denk aan andere crypto munten. En de vraag die heel veel mensen hierbij hebben van hoe vind ik nou zelf dit soort cryptomunten? Hoe kan ik dit zelf nou vinden? Want je wil uiteindelijk niet afhankelijk zijn van influencers op YouTube en op Twitter, op social media, noem maar op. Uiteindelijk wil je gewoon zelf je onderzoek doen. Dus hoe doe je dat? Nou, daar is deze video voor. Voor deze video hebben we maar twee dingen nodig. We hebben Twitter nodig en we hebben Dex Tools nodig. Twitter is in principe de basis van alle munten die ik in mijn portfolio heb. Die komen voornamelijk vanuit Twitter. En dat is dus ook gewoon onze basis. Nou, je kan dit op een aantal manieren gaan benaderen. Ik weet niet of jij bijvoorbeeld al mensen volgt op Twitter. Of dat jij nog geen, of dat je überhaupt nog geen Twitter hebt. Het helpt als je al mensen in de crypto volgen, want er zijn gewoon een aantal influencers die de hele tijd praten over bepaalde cryptomunten. En op een gegeven moment worden die posts populair en dan ga je daar een keer op klikken en dan krijg je meer van dat soort content te zien. En als je nog geen Twitter hebt, van geen probleem, dat maakt niet uit. Ik heb een gestandaardiseerd proces hiervoor gevonden, /gemaakt. Want in alle eerlijkheid, hoe ik dit altijd doe, is van ik scroll gewoon graag door Twitter. Op een gegeven moment dan kom je een keertje een cryptomunt tegen. In dit geval, deze gast heeft het over Dogecoin, dan kijk ik van oké, is dat daadwerkelijk een interessante munt? Ja, nee. En dat is dan de vraag die ik voor mezelf ga beantwoorden. Maar dit is redelijk ongestructureerd, niet gestandaardiseerd. Je moet een beetje geluk hebben dat je überhaupt de juiste post tegenkomt. Maar er is een manier om dit te standaardiseren. Nou, ik heb een aantal manieren opgeschreven. Er zijn namelijk twee hele populaire posts op Twitter die je altijd heel veel engagement geven. En waarbij je waarbij je supersnel heel veel verschillende munten kan zien. En nog belangrijker, waarbij je kan zien van hoe populair een bepaalde munt is. Dat zijn de posts waarbij mensen zeggen van hey, ik heb nog x aantal dollars te besteden. Welke munten moet ik gaan kopen? En er zijn gewoon simpelweg de posts van bepaalde influencers die zeggen van hey, shill mij je top 10 cryptomunten of shill mij je nieuwe 100x gem. En dat zijn gewoon gouden manieren om te vinden. Nou, ik heb alvast één snelle hack gevonden en dat is in de cryptowereld wordt opeens heel veel aandacht geschonken aan Murat Mamudov. En ik heb zijn naam overduidelijk verkeerd uitgesproken. Prominent figuur in de cryptowereld of voornamelijk in de memecoinwereld. En je kan bijvoorbeeld zien van als mensen over hem posten. Je hebt dan een aantal munten die bijvoorbeeld super hard zijn gegaan die hij in zijn portfolio heeft. Zo heb je de SPX die echt een hele korte periode super hard is gegaan. Je hebt USA is zeer snel gegaan. Je hebt Popcat dat nu richting all-time highs is gegaan. Vervolgens doet deze munt Harry Potter, Obama, Sonic, Inu, die doet het hartstikke goed. Dus dit zijn allerlei munten die echt enorm goed aan het outperformen zijn op dit moment. En dat is gewoon een kleine hack. Dus als je bijvoorbeeld op Twitter zoekt, ik zal alle links in de omschrijving houden. Maar als je alles op Twitter zoekt van over deze man, genaamd Murat Mudahof, je kan simpelweg opzoeken in de zoekbalk hier. En dan vind je vervolgens ook zijn Twitter-account. Dus dat is deze gast hier. Volgens mij is dit hier is zijn Twitter-account. Ik volg hem zelf niet, maar ik weet dat heel veel mensen heel veel waarde hechten aan wat hij heeft te zeggen. Dus dat is een kleine hack. Link in de omschrijving. By the way, wisten jullie ook dat ik bezig ben met een boek? In deze boek leer ik hoe je daadwerkelijk geld kan verdienen op een consistente manier voor de lange termijn. Dit is geen get rich quick boek. Dit is daadwerkelijk van oké, hoe verdien ik geld over de lange termijn? Wat is de juiste mindset die ik moet hebben voor en traden en beleggen? Dat ga ik allemaal bespreken in dit boek hier. Dus ben jij geïnteresseerd? Je kan alle hoofdstukken gratis lezen die ik tot nu toe heb uitgegeven. Oké, dus dat was de eerste hack. Nou, vervolgens, wat je eigenlijk zou willen doen is, jij wil een manier vinden om daadwerkelijk de twee posts te krijgen. De twee posts die je graag zou willen zien is
chill me je beste cryptomunt en van hey, ik heb nog x aantal euro's te besteden of dollars te besteden. Welke munt moet ik gaan kopen? Dat is gewoon een grote meta. Heel veel grote accounts doen dat. En voor dat gebruikte ik de advanced search van Twitter. Nou, voor degene die niet weten wat de advanced search is van Twitter. Je kan hem vinden door simpelweg iets op te zoeken. Dus laten we even zeggen van ik wil Solana bijvoorbeeld opzoeken. Dan heb je hier vervolgens jouw zoekresultaat. Vervolgens klik je op deze bolletjes en dan ga je naar advanced search. Of je direct x.com/search-advanced. Ga je direct doen. Nou, er zijn een aantal specifieke woorden die je zou willen zien. Dus er zijn een aantal condities. Ik hoef ze niet per se allemaal uit te leggen wat ze hier betekenen. Maar in ieder geval wat je wil hebben is van, je wil dus in de exact phrase is shill me your. Dit gaat de shill post meme worden. Of de shill post tweets worden. En vervolgens wil jij meme coin en of coin in jouw conditie hebben. Dus in dit geval zeg je van oké, dan ga je naar any of these words, want de condities zitten in en of. Dus je moet een beetje conditionele logica kennen, maar vervolgens ga ik ook gewoon vertellen van oké, dit is gewoon daadwerkelijk de zoekterm die je wil gaan gebruiken. Link in de omschrijving of zoekterm in de omschrijving. Dus wat je wil gaan doen is show me your crypto, meme coin, meme en coin. Vervolgens ga je naar search. En hier heb jij dit soort posts. Nou, dit zijn niet per se van... sommige zijn niet zo heel erg populair, sommige wel. Maar je ziet in ieder geval van... Oké, ze krijgen altijd wel wat comments. En eigenlijk wat je zou willen doen is... Je wil degene kiezen met de meeste likes, met de meeste engagement. Wat uiteindelijk wat het belangrijkste hier is... Is daadwerkelijk gewoon de community. De community zorgt ervoor dat de munt viral zou gaan of niet. Nou, je zou, het is ook een beetje zoeken naar een naald in de hooiberg, want je zou daadwerkelijk de charts op moeten gaan. En daar komt dextools.io van pas. En vervolgens kunnen we daar naartoe. Maar even, laten we even kijken of we hier een leuke vinden. Hier heb ik niet echt bepaald een hele interessante te zien. Dus we gaan even verder. Dus dit is gewoon een proces. Dit is gewoon een proces waar je, waar je voorbij moet komen. Dus ik weet, deze Crypto Meme Jams, 200.000 volgers. Hey, ik ga deze nu ook gewoon volgen. Want ik zie dat hij daadwerkelijk hele leuke posts zou kunnen maken. Right? Want hij heeft 2 ton aan volgers. Nou, vervolgens, wat is Moomoo on Ethereum? En dat is ook zeer relevant. Want Moomoo, ik weet toevallig dat het een goede prijsstart heeft. Dus we gaan hier naar dextools.io. En in de zoekbalk, het enige wat we hoeven te doen, is we gaan de ticker opzoeken. Dus we gaan op zoek naar Moomoo. We hebben net gezien dat hij veel engagement heeft gekregen. We hebben net gezien dat hij heel erg populair kan zijn. We hebben nu daadwerkelijk gezien dat hij ook van, oké, Moomoo de Bull heeft een sterke community, want de comment krijgt superveel engagement. En we hebben nu daadwerkelijk ook gezien van, oké, we hebben dus een breakout patroon gezien op de chart. En we hebben nu een soort van een inverse head and shoulders dat op dit moment aan het uitbreken is. Dus dat oogt ook super bullish. Dus Moomoo de Bull is eigenlijk zo'n munt waarvan je denkt van, oké, die wil ik wel heel graag in mijn portfolio hebben op dit moment. Dus wat ga je dan doen? Je gaat je wallet aanmaken. Je hebt al een wallet en je gaat daadwerkelijk de munt kopen. Of je gaat naar een exchange, hoe je dat ook zomaar wil willen. En dat is in principe stap 1. Dat is de eerste proces. Dus dat is de shill me your type post. Nou, vervolgens heb je van, oké, ik heb nog x aantal dollars te spenderen voor crypto. Welke moet ik kopen post? Nou, een beetje mondvol. Dus laten we daar nu eens gaan kijken. Dus we gaan weer naar een advanced search. En wat je doet van alle woorden, bij all of these words, gaan we een specifieke intypen nu. We gaan nu to spend meme coin. Dus al deze woorden moeten voorkomen in de post. En vervolgens ga je naar de exacte phrase is I have. Want wat ga je nu krijgen van ik heb $ to spend on a meme coin. Dat is uiteindelijk de zin die je gaat krijgen hier. Dus je gaat naar zoeken. En volgens mij heb ik hem al gezocht. Dus laten we even gewoon refreshen hier. En vervolgens krijg je deze resultaten hier. Dus vervolgens krijg je van, oké, ik heb... hier. Give me your meme coin under 100k. I have some soul to spend. Go. En dan ga je weer naar de comments. Of ik heb $10,000 te spenderen. Shill me je meme coin. Hier weer, ik heb $50,000 te spend. Welke memecoin zou ik moeten kopen? Dus dit zijn populaire posts, voornamelijk ook rond de top, grappig genoeg. En dan ga je hier weer kijken van, oké, welke munten
hebben gewoon weer goede engagements. Dus ik zie hier engagement, ik ken deze munt hier niet. Dus ik zie hier goede engagement, 277 views. Dat betekent dat er ook weer community achter staat. Dus laten we gewoon simpel kijken bij, wat was de munt? De munt is Popo. Dus we gaan weer de tik invullen. Popo. En het leek deze te zijn, als ik goed naar de icons heb gekeken. Popo op Solana. En we zien hier afgelopen 24 uur... plus 50%. En hier zien we ook iets super interessants. Want bijvoorbeeld, dit is een niche munt. 50k liquiditeit, super niche. Maar je ziet hier bijvoorbeeld wel een chart dat eigenlijk best wel enorm bullish is. Dus je kan hier verwachten dat de prijs best wel snel omhoog zou gaan. En ook dit is een breakout patroon hier. Dus ook tijdens het maken van deze video nog nooit van deze munt gehoord. Als ik hier naar kijk, dan denk ik van oké, shit, dit is wellicht een munt die de moeite waard is om in je portfolio te hebben. Nou, wees enorm voorzichtig met dit soort praktijken, want liquiditeit hier is 43k. Wat betekent als je ook maar een paar duizend dollar erin steekt, dan gaat waarschijnlijk de prijs al omhoog. Dus dit zijn geen munten waar je duizenden dollars in wil steken. Hooguit een keertje 200 euro voor de grap bijvoorbeeld. Dus dat is hier het proces. Dus nogmaals, het enige wat je nodig hebt is Dextools.io en Solana. Dan nu het allerlaatste wat ik wil gaan mededelen. Nou, je kan ook hier, als je eenmaal op een munt ziet, dan zie je ook hier hot pairs. Nou, je kan even gaan kijken bij een Pumpy bijvoorbeeld. Maar hot pairs weet dat het altijd een van de eerste dagen zijn dat dit soort munten daadwerkelijk bij de hot pair staan. Of wanneer de pair hot is, dat betekent waarschijnlijk dat de prijs enorm hard is gestegen. Dus dit zijn over het algemeen munten die jij niet direct wil gaan kopen. Maar wellicht zijn het munten die je in een watchlist kan gaan zetten. En wanneer je denkt van oké, de prijs is nu zo goed gedaald. Mijn benchmark is ongeveer een 90% dip. Als de munt 90% is gedaald, of hij is een goede periode zijwaarts gegaan, denk ik ongeveer 100 dagen lang zijwaarts gegaan, dat zijn goede momenten om daadwerkelijk in te kopen. Dus het enige wat je nodig hebt is Twitter en Dextools. En voor de rest deze paar hacks die ik voor je heb klaargemaakt. En voor de rest kan je gewoon zelf uitvogelen wat voor jou de beste munten zijn. Hallo, Vincent van de toekomst hier, soort van. Ik ben even wezen editen, ik ben mijn video wezen editen en eigenlijk kwam ik erachter dat ik een klein beetje aan het jokken was. Ik heb namelijk gezegd van, hey, je hebt maar twee dingen nodig, namelijk Twitter en Dextools. Maar ik heb je nog nooit uitgelegd hoe je daadwerkelijk die munten koopt die je vindt op Dextools. Want bijvoorbeeld een Moomoo zou inmiddels wel te vinden zijn op exchanges. Is een aanname, ik weet niet of dat correct is. Maar de andere munt, bijvoorbeeld Popo, die zou ongetwijfeld niet op exchanges staan. Dus hoe koop je dat? Nou, als jij bijvoorbeeld naar mijn YouTube channel gaat, youtube.com, je weet hoe je finance kan vinden in ieder geval. En helemaal naar beneden scrolt, naar de watchlist. Ook cool om te weten. Leg ik je hier bijvoorbeeld uit van hoe je van Bitfavo naar Phantom Wallet gaat. En hoe je dan ook bijvoorbeeld Ponki zou kunnen kopen. Maar om een lang verhaal kort te maken. Wat je kort zou moeten weten is van, stel je hebt al wallets aangemaakt. En je weet al een klein beetje hoe het werkt. Maar je weet niet op welke exchange je zou moeten kopen. Wat je dan zou moeten doen is van, je gaat naar yup.ag. En vervolgens ga je je munt opzoeken op Dextools. Dus laten we zeggen dat wij een munt hebben. Een van mijn favoriete memecoins op dit moment is Solama. Ik vind het een fantastische memecoin. Heeft een hele goede trigger ook. Heeft in principe een goede prijs. Kijk eens aan, vandaag zelfs plus 13 of min 13% gedaald. Dus een goede discount die je zou kunnen kopen. Goede breakout patroon. Dus laten we zeggen, je bent tevreden over deze chart. Je hebt gezien van, nou, hij heeft al een paar keer 100x gedaan. Hij is al in de afgelopen 200 plus dagen meer dan 90% gedaald. We zien een breakout patroon en we zien van oké, ik zou Solana willen kopen voor de volgende, laten we zeggen, 10 tot 20 tot 50x. Ik noem maar een aantal getallen. Wat je dan gaat doen is, je klikt hier op copy address van je munt. Dus je hebt hier pair, die kan je negeren. Waar je op wil klikken is Solana en dan copy address. Wat je gaat doen is van, je gaat naar Jupiter en je, laten we zeggen van, je verkoopt $200 aan USDC. Vervolgens plak je het contactadres in deze zoekbalk en je klikt op je munt.
En vervolgens klik je op Connect Wallet, klik je op Swaps, etcetera, etcetera. Maar als je volledig wil weten van, oké, hoe doe ik dit allemaal? Dan zou je even de video moeten bekijken van van Bitfavo naar Phantom Wallet / hoe koop je Ponki bijvoorbeeld. Dus dat is alles wat ik gezegd zou willen hebben voor deze video. Dus vond jij dit een nuttige video? Vergeet niet een like achter te laten. 70% van iedereen die op dit moment al kijkt, is ook al daadwerkelijk geabonneerd. Dus ben jij nog niet geabonneerd? Join de abonnementsclub. Is een leuke club om in te zitten, kan ik je vertellen. Join ook de Discord, waarin we heel veel waarde delen, et cetera, et cetera. Kijk eens even of er nog meer leuke video's te vinden zijn op mijn YouTube-channel. En ook niet te vergeten, kijk mijn boek. Vincentlude.nl/boek of vincentlude.nl en klik op het boekknopje.